Hallo crypto Corners. het is maandag 3 april 2023. Dit is de CryptoCorners Podcast. Hartelijk welkom! En dit is aflevering 299. Morgen nemen we met een beetje geluk de 300ste aflevering op. En misschien doen we dat wel live. Dus op YouTube, met publiek erbij. Wil jij er ook bij zijn morgenochtend? Word dan even lid van onze chatgroep op Telegram www.cryptocoiners.nl slash chat. Want via die chatgroep krijg je het als eerste te zien. Uh, als we daadwerkelijk live gaan. Zoals dat zo mooi heet. Zo leuk zijn als je erbij was? Na afloop praten we al nog even na. beantwoord ik nog even wat vragen. enzovoort. En zo niet, dan, we, dan zie je die aflevering natuurlijk vanzelf. morgen in de loop van de dag online verschijnen. Nou, wat gaan we vandaag doen? Even het rapport schrijven, natuurlijk zometeen. Dan kort intern nieuws, niet al te veel. En daarna de charts. En dat is het eigenlijk wel. Ja, we kijken nog even wat er op Wall Street allemaal aan de hand is en zo. Gewoon het standaard repertoire. Verder is er niet al te veel. Echt heel belangrijk. Extern nieuws te melden. Dus ik verwacht dat het een wat kortere aflevering wordt. We gaan het meemaken. Eerst het uh, rapportcijfer. Dat is een 4. Het was uh, afgelopen donderdag nog een 5. Het zwalkte een beetje. De week daarvoor het zwalkte het heftig. Het lijkt allemaal een beetje tot bedaren te zijn gekomen op dit ogenblik. Maar het rapportcijfer, dat over het algemeen aardig weergeeft hoe het sentiment eruit ziet. Is niet zo heel positief. Een 4 en 5. Het is allemaal voor onvoldoende. Laten we het simpel zeggen. We willen eigenlijk wel wat meer, wat beter sentiment zien. Uh, op de aandelenmarkten lijkt het allemaal wat positiever te worden op het ogenblik. En dan volgt crypto vrij snel daarna. En laat je over niet te veel misleiden door het rapportcijfer. Want de charts zien er eigenlijk best wel heel erg aardig uit. Dat gaan we zo meteen allemaal doen. Eerst even wat interne dingen. Insta, ik zei het vorige week al, Insta-scammer. We hebben er weer eentje. Iemand die krampachtig probeert om het Instagram-account van Cryptocoins na te bootsen. Uh, je kunt zo'n Insta-scam-account heel snel herkennen, want alle berichten die daar worden gepost zijn vaak in één of in twee dagen tijd gepost. Oftewel, alles wordt gekopieerd van ons officiële account en dan snel nagedaan, maar de post vinden allemaal plaats binnen een korte tijd. Dat kan dus nooit echt zijn. En je wordt ook benaderd. Je krijgt daadwerkelijk uh, berichtjes, DM'tjes vaak. van dergelijke scammers die vragen in het Engels natuurlijk. Want je weet het crypto corners is 100% Engels is. Hoe het met je gaat, en, enzovoort, enzovoort. Nou, mijn welgemene advies, en ik doe dit ook even namens alle onze moderators die veel werk hebben aan dit gedoe. Trap er niet in. Uh, crypto zal jou nooit zomaar per privébericht benaderen. Waarom zouden we dat willen doen? Privéberichten sowieso is iets dat we ontmoedigen op onze Telegram-groepen ook. En we merken dat er toch af en toe mensen bij zijn die proberen hun eigen producten te promoten. Of ze hebben hele mooie referral-links, waar met name zij zelf veel geld aan verdienen. En als we zien dat mensen gebruik maken van PB's, persoonlijke privéberichten, om uh, dergelijke scams te promoten of dergelijke affiliate-links te promoten, dan rekenen we ook daarmee af. En we hopen alleen dat dat voor dit Instagram-scam-account ook gebeurt. Uh, we hebben het al gemeld bij Instagram. Maar die gasten zijn niet zo snel, dus het is uh, hopen dat er niet veel mensen het slachtoffer van worden. Uh, geef het door, zou ik zeggen. Als je merkt dat uh, mensen er enthousiast over beginnen te praten in de chatgroepen, dat zijn wij echt niet. We zitten wel op Instagram, maar niet met dat bewuste account natuurlijk. Dan, uh, verder niet zo heel veel bijzonders, ik zei het al. We hebben natuurlijk het clubhuis weer, aanstaande donderdag gelukkig en aanstaande woensdag het Crypto Corners Café. Maar dat is nog even weg. Uh, vandaar dat we het eigenlijk houden bij een uh, korte voorstelronde uh, van iemand op onze SamenTraden Discord server, waar je waarschijnlijk al lid van bent. Zo niet, word daar lid van. Absoluut de moeite waard. Dit bericht is van Rini en Rini schreef, hallo allemaal, mijn naam is Rini en ik ben 65 jaar. In 2017 heb ik mijn eerste bitcoins gekocht en crypto coins leren kennen. Sinds die tijd van alles gevolgd en maar een beetje aangerommeld. Ik heb veel geleerd. Vanaf mei 2022 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. En vanaf oktober 2022 consistent gaan daytraden. Met als doel 3% winst per week. En tot nu toe, zegt Rini, lukt dat. In principe handel ik drie dagen per week. Maar als ik de 3% niet heb gehaald, dan trade ik gewoon wat extra. Traden doe ik volgens de crypto strategie zowel 1 als 2. Of als je niet precies weet wat het verschil is. De is 1-strategie, zoals die wordt genoemd, is eigenlijk de oorspronkelijke daytrading-strategie die we in 2018 hebben geïntroduceerd. En de is 2-strategie is eigenlijk een vernieuwde versie daarvan. Beide werken nog steeds. Uh, en die vernieuwde strategie is in september vorig jaar geïntroduceerd. En zoals Rini zegt, trade doe ik volgens beide strategieën al naar gelang het uitkomt. Ik pak veel kleine winsten en heb relatief weinig verliestrades. In maart heb ik de kliniek Zeker traden met Bitcoin gevolgd. Ik vind het leuk zegt Rini om te zien hoe de crypto Corners community zich ontwikkelt en uitbreidt. Rini wij ook. Dankjewel voor het feit dat je even hebt voorgesteld. Leuk om je ook weer in onze Discord server te zien. Ik ken je al inderdaad al van een clinic en volgens mij heb ik je zelfs in het echt gezien. Daar ben ik niet helemaal meer zeker, maar leuk dat je erbij bent. Nou, extern nieuws, ik zei het al, niet zo heel veel te melden op dit ogenblik. Er kwam een vraag binnen via uh, Speakpipe, via de voicemail, die kun je zelf ook stellen. Door uh, even naar onze website te gaan, naar de podcastpagina www.cryptocorners.nl/podcast. Daar staat rechtsbovenaan een, volgens mij, oranje knop. Daar kun je op drukken en dan kun je een voicemail achterlaten. En dat werd gedaan door Willem. En Willem zit volgens mij in een zwaar andere tijdzone. Volgens mij ergens in Amerika of zo. Want hij postte uh, die voicemail s'middags, vrijdagmiddag geloof ik. En hij zei: Goedemorgen, dus ik vermoed dat hij inderdaad hij zei ook wel: ik zit in een andere tijdzone. Volgens mij zit hij ergens in New York of zo. En Willem die had eigenlijk een hele eenvoudige vraag: hoe stop je de scanner? En eigenlijk heel eenvoudig. Stop je tikt gewoon stop tegen de scanner en dan stopt hij met het geven van al die meldingen. Zo simpel kan het zijn. En als je de cryptocore scanner gebruikt, er bestaat ook een handleiding van, die kun je gratis downloaden. Die vind je op je scannerpagina. Je kunt hem ook downloaden als je de scanner niet gebruikt, trouwens. Daar vind je ook al dit soort informatie in. Willem bedankt voor je voicemail. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt zien? Kun je hem dus ook even per voicemail stellen? Zoals gezegd, op de podcastpagina kan dat onder andere. Eigenlijk overal op de CryptoCoiners website. Nou dan de charts. Ik zei het al, het wordt een wat kortere aflevering. Waarschijnlijk geen rand vandaag. Niet al te spectaculair nieuws. Maar er is wel een nieuwe maand. En dat betekent dat we er, omdat het ook maandag is en er dus ook een nieuwe week is begonnen. Twee extra charts bij hebben, namelijk de maandchart en de weekchart. Laten we beginnen met de maandchart. Die is nog steeds bearish. Um, dat is al een tijdje, dat uh, weten we. We hebben natuurlijk die enorme piek gehad in november 2021. Daarna hadden we al vrij snel een lager dal en een lagere piek, wat aangeeft dat we in een bearish trend terecht zijn gekomen. Maar dat begint te veranderen. Sterker nog, het kan heel goed zijn dat ik in de eerste week van mei... als we de maand, chart voor, de maand candle voor april klaar hebben... dat is op dit ogenblik deze kleine rode candle. Als je trouwens meekijkt, dan zie je nu ook alle charts in beeld op YouTube. Die laatste rode candle van uh, dus de maand april... als die op een bijzondere manier eindigt in mei... hebben we al een, trend, een bullish trend reversal. En eigenlijk hoeft er maar één ding te gebeuren... We hebben nu een nieuwe piek te pakken met de candle van vorige maand. Dat betekent dat we technisch gezien eigenlijk een hogere piek hebben dan de vorige, die we hier hebben gezien in, wat was het, augustus 2022. Maar dit is de, het kan zijn dat we deze maand boven die prijs uitgaan. Die piek zat op 29.380. De algehele verwachting is dat we boven de 30.000 gaan komen. Eigenlijk had ik zelf verwacht dat dat dit weekend zomaar had kunnen gebeuren. Nou, dat gold ook voor... Iets meer dan de helft van alle mensen die op de Twitter poll hebben gereageerd. Ik geloof dat zo'n 58, 59% zei van ja, we denken dat we dit weekend door de 30.000 heen schieten. Dat is niet gebeurd. Daar kom ik zo nog wel even op terug als we naar de week en de dagchart kijken. Die uh, weerstand op 29 is of die in die zone 29 is echt hoog. Daar zitten veel verkopers klaar. Maar even terugkomend op die maandchart. We hebben hier nu een dal op de candle van maart. Als de prijs, of eigenlijk een low, als de prijs daar deze maand niet onder komt, dus in april, dan is dit de nieuwe swing low. Dan is deze low, dit dal, hoger dan het vorige dal. We hebben al een piek die hoger is dan de vorige piek. En dat is dan een heel duidelijk signaal dat de trend op de maandchart is omgekeerd van bearish naar bullish. En dat is dus lang geleden. Andere dingen op deze chart, zoals bijvoorbeeld de parabolic stop en reverse, zijn nog niet bullish, maar die negeren we dan eigenlijk. We kijken voornamelijk, dat weet je, naar de peaks en de troughs, de pieken en de dalen. Als de pieken hoger zijn en de dalen hoger zijn, dus piek hoger dan de vorige piek, dal hoger dan het vorige dal, dan hebben we te maken met een bullish trend. Een andere aanwijzing dat dit zou kunnen gaan gebeuren, is deze lijn die hier loopt, die MA50, die oranje lijn, daar zijn we nu al voor de derde maand op rij, tweeënhalf, misschien derde maand op rij, het is lastig te zien als je naar de maand januari kijkt, boven gesloten. En dat is opnieuw een bullish signaal. Het is niet een signaal dat de trend bullish is geworden, maar het is zo te zeggen een positief signaal. En dat geldt ook voor de onbalance Volume Indicator, die is ook bullish. Was hij trouwens vorige maand ook al, de maand ervoor ook al, vaak wat licht in de toekomst kijkend, een enigszins voorspellende indicator. Is er lange tijd berries geweest, ook die is nu bullish. Het ziet er dus eigenlijk gewoon, wat Bitcoin betreft, op de laten we zeggen middellange termijn, de komende drie tot zes maanden, goed uit. En ik blijf bij mijn verwachting dat we door die 30.000 gaan heen breken. Wat mij betreft is dat echt gewoon een kwestie van waarschijnlijk relatief weinig tijd voordat dat gebeurt. En de maandchart ziet er dus, wat dat betreft, eigenlijk best wel perfect uit. Nou, hoe zit het dan met die weekchart? In principe hebben we daar al een nieuwe piek te pakken. Die hadden we eigenlijk twee weken geleden al, de week van 20 maart. En ik zei vorige week ook van, nou, als de prijs daar deze week niet bovenuit komt, dat is dus de candle van 27 maart, dan hebben we een nieuwe piek te pakken. Het is een twijfelgevalletje op dit ogenblik. Je kunt de candle van vorige week op een paar manieren interpreteren. Eerst even de candle van de week daarvoor, de candle van 20 maart. Dat is een doji, zoals het heet, een aparte uh, formaat candle met eigenlijk een open en een sluitprijs die heel dicht bij elkaar liggen. Die schelen echt nauwelijks wat. De open was uh, uh, 28.081. De close was net boven de 28.000, oftewel die liggen vlak bij elkaar. En daar volgens zie je aan de bovenkant en aan de onderkant een wick zitten, een high en een low die op een, bijna dezelfde afstand van elkaar zitten. Zo'n zo spinnertje lijkt het ding een beetje op, zo'n zo stresstolletje. En dat is een signaal over het algemeen dat de stijgende prijsbeweging even tot bedaren is gekomen. Nou, dat gebeurde ook inderdaad. De candle van afgelopen week, dus de week van 27 maart, is geen doji, maar lijkt er wel op. Opnieuw wat twijfel over welke kant de prijs op moet. Moet je naar boven, moet je naar beneden? Men weet het op het ogenblik niet. Het lijkt er een beetje op alsof er nu een soort, ja, een soort pas op de plaats aan, het, aan de gang is. En dat komt wel een beetje overeen natuurlijk met wat we op de markten hebben gezien. Hè. Het begint nu allemaal weer wat beter te worden. Maar je zou rustig kunnen zeggen dat we de afgelopen paar weken wat afwachtendheid hebben gezien. Natuurlijk door al het nieuws van de Fed, door de aanklacht tegen Binance. Door alle toestanden die er hebben gespeeld de afgelopen weken ook weer in de financiële wereld. Zijn veel mensen een beetje afwachtend geworden. Dat zie je hier terug. Maar als je puur technisch naar deze chart kijkt op dit ogenblik, zou je kunnen zeggen: Hé, hey, we hebben een hogere piek bereikt in de week van 20 maart. We zijn nu op weg naar een nieuwe trough, een nieuw dal. Die hebben we misschien vorige week al bereikt, want de low van vorige week is lager dan die van de week ervoor. Als de prijs daar deze week niet onder komt, dus als de prijs deze week niet onder de 26.541 komt, hebben we ook alweer een nieuwe trough, een nieuw dal ook hoger dan de vorige, dan blijft deze trend gewoon keurig bullish. Hij is bullish, hij blijft sowieso bullish, want we hebben alweer een hogere piek te pakken. Het zijn eigenlijk alleen maar positieve signalen op deze weekchart te zien. De onbalance Volume Indicator... Die is nu ook weer bullish geworden. Hij is nu vlak op dit ogenblik, maar deze candle tellen we nog niet mee. Die is nog in opbouw. Maar de candle van vorige week, ook bullish. De Parabolic Stop and Reverse de prijs loopt keurig onder de onderste band van de, van de Keltner Channels. En dus de ruim onder de huidige prijs is ook bullish. De prijs staat boven de Keltner Channels. Dit is nu al de derde week... Als ik de candle van deze week niet eens meereken, nogmaals, die is nog niet klaar. Dit is de derde week dat de prijs sluit boven de bovenste band van de Keltner Channels. Dat is een bullish signaal. De prijs staat nu ook al 1, 2, 3 weken boven die rode MA200-lijn. Het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 200 uh, candles, of de sluitprijs daarvan. Ook bullish, het ziet er gewoon goed uit. Die weekchart ziet er ook gewoon goed uit. En drie weken op rij bullish, dat hebben we lang niet gezien... wat deze candles en die MA200 betreft. Daar moeten we echt lang terug. De laatste keer dat dat gebeurde was in een bearish trend, min of meer... in juli 2022, bijna een jaar geleden. Kortom, dit is cool, dit is gewoon goed nieuws. Wat de dagchart betreft van Bitcoin, die is eventjes wat rustiger. En daar had ik eerlijk gezegd vorige week wel verwacht. Dit was de candle van vorige week donderdag... Deze is dat, sorry, deze is dat Thursday, 30 maart. Toen had ik eigenlijk verwacht dat we wel door die 30 zouden kunnen heen prikken. In ieder geval het weekend. Nou, dat is niet gebeurd. De prijs is wel even doorgestegen tot en met zaterdag. Met een uh, eigenlijk oplopende highs. Na die enorme piek van donderdag kregen we toch, oké, okay, vrijdag was het even iets lager, maar zaterdag zaten we met stijven, stijgende pieken. Nu is dat even minder het geval. Je zou dit, wat mij betreft, het beste kunnen zien als opnieuw. Even een zijwaartsbeweging. De volatiliteit is ook wat minder geworden. Natuurlijk was het weekend. In Europa, wat echt absoluut een belangrijke. Kijk alleen maar wat er in Amerika op dit ogenblik gebeurt. En natuurlijk in Azië. Europa is gewoon een belangrijke markt voor crypto. Daar loopt het handelsvolume wat terug. Heeft ook alles te maken met de paasvakantie, die op sommige plekken in Europa echt al is uitgebroken. Er wordt dus wat minder gehandeld. Dat zie je terug. Je zou dit kunnen zien als een tijdelijke pas op de plaats. Het wordt even wat rustiger de komende paar dagen. Maar de trend op deze chart volgens de peaks en troughs is gewoon nog steeds bullish. We zijn technisch gezien nu op weg naar een nieuwe trough. We hebben die enorme piek gezien, eigenlijk hier, hiervoor al. Hier hebben we misschien al wel weer een nieuwe piek gezien, dan zou dit alweer een dal zijn. Dus de piek even voor de, radio, of de luisteraars in de auto, de piek is op donderdag 30 maart geweest. Op vrijdag de 31ste alweer een dal op uh, zaterdag de eerste alweer een piek. Nou, dat gaat mij eigenlijk wat te snel. Meestal wil ik er wel een paar candles tussen hebben zitten. Dus ik zie dit eerder op dit ogenblik als een zijwaartse beweging. Waarbij we dus nu de piek hebben gehad, die van 30 maart. Nu zijn we op weg naar een dal. En zolang dat dal maar hoger blijft dan het vorige dal van 27 maart vorige week. En dat zit op de 26.541 dollar. Blijven we op deze dagchart keurig in een bullish trend... En is het een kwestie van tijd, ik herhaal wat ik net zei, voordat we door die zone heen breken die daarboven zit, die, die 30.000 zone. Dan moeten we dus eerst even door die piek heen van 29.380 en dan op naar boven. Dus ik laat me eigenlijk niet afleiden door het feit dat we nu twee candles op rij, rode candles hebben gezien. Ik ga ervan uit dat we echt die 30.000 kunnen gaan doorbreken. En dan verandert het een en ander op deze chart. Om te beginnen, de onbalance volume indicator wordt dan positief. De parabolic stop and reverse wordt dan positief. De parabolic stop and reverse is dan al positief, want de prijs breekt door, ik zei het al. Keltner channels worden dan weer positief. De peaks en troughs worden dan bullish. Dat ze nu al zijn natuurlijk, blijven dan bullish. Ja, en dan is het een kwestie van tijd voordat we echt snel door die 30 heen schieten. En dan kan het naar mijn mening hard omhoog gaan. Dus ik ben, als ik zou moeten kiezen nu, dus gaan we omlaag of gaan we naar boven? De kans dat we gaan stijgen veel groter is dan de kans dat we gaan dalen op de relatief korte termijn. En dat we op de wat langere termijn, laten we zeggen middellang, dus tussen nu en een drie tot zes maanden, behoorlijke stijgingen zouden kunnen gaan zien. Veel gaat natuurlijk afhangen van toch wel weer de macro's. Wat gaat er gebeuren? Komt er nog meer slecht nieuws? En hoe reageert de crypto-markt erop? Je ziet nou toch wel weer heel veel influencers over elkaar heen rollen. En allemaal zeggen hoe slecht dit allemaal wel niet is voor crypto, wat er nu gebeurt. Nou, ik heb daar vorige week dinsdag... Een heel uitgebreide rant overgehouden in de podcast. En je ziet dat heel veel mensen toch wel beginnen te beseffen dat hier dingen gebeuren. Uh, door centrale banken en door overheidsinstanties, die eigenlijk het daglicht absoluut niet kunnen verdragen. En alleen maar zijn bedoeld om crypto af te knellen. Nou, het is maar de vraag of dat wordt geaccepteerd. Want in heel veel landen is er toch steeds nog wel sprake van een democratie. Je ziet dat in Amerika ook. Er worden nu congresvragen over gesteld. Dit zal naar mijn mening alleen maar meer worden. Maar hoe meer rugbaarheid er wordt gegeven aan dergelijke praktijken. En nogmaals, dit heeft niks met complotten te maken. Dit is voor iedereen gewoon heel zichtbaar. Des te beter het is. Het laatste wat ik las was gisteren. In Engeland worden steeds meer cryptobedrijven. Dus bedrijven die bijvoorbeeld bezig zijn met het verkopen en kopen van crypto voor klanten. Of met het geven van advies over crypto. Steeds meer van dat soort bedrijven worden gewoon door hun bank afgesloten. Hebben gewoon geen bankrekening meer. Ja, duidelijker signaal kun je niet hebben dan dat natuurlijk, dat er op de achtergrond dingen processen spelen waar uh, eigenlijk in eerste instantie onzichtbaar van is hoe dit komt. En uiteindelijk als je even doordenkt en kijkt naar andere ontwikkelingen, denk terug aan Operation Chokepoint 1 in 2014, heel duidelijk is waar dit op gebeurt, waarom ze dit doen. Ze willen gewoon crypto stoppen. Uh, duidelijk is dat de dollar zwakker begint te worden, dat de positie van de dollar zwakker begint te worden... Er kwam nieuws over. We wijken iets af trouwens, want dit had ik eigenlijk pas bij de Fear Greed Index willen gaan vertellen. Maar er is nu sprake van dat China, al dan niet in combinatie met Rusland, de dollar langzaam maar zeker niet meer wil gaan gebruiken. in plaats daarvan overweegt haar eigen min of meer globale munten gaan uitgeven. De blok zou het ding moeten gaan heten BLOC. Geen goed nieuws voor de dollar. Nou, ik zei het al, de positie van de dollar wordt natuurlijk ook niet sterker. Amerika loopt toe naar een enorme crisis als ze, volgens mij, staat in 1 mei. Uh, opnieuw het plafond zouden moeten gaan verhogen, het kredietplafond. Dit gaat over zoveel geld dat je het niet eens kunt uitspreken. En dat wordt een clash. Dat wordt een enorme ruzie tussen de Republikeinen en de Democraten. Het kan zijn dat heel Amerika weer op slot gaat, in ieder geval wat het beambtenapparaat betreft, in mei. Als die um, verhoging niet komt, dan kan Amerika namelijk niet voldoen aan zijn verplichtingen om leningen terug te betalen aan met name China en andere landen. En dan is Amerika technisch gezien failliet. Nou, het zou zomaar eens die kant kunnen opgaan. Ik hoef niet te vertellen wat dat doet voor de waarde van de dollar. Oké, okay, ik loop ver vooruit op wat ik zo meteen ga vertellen. Nog even snel de urenchart erbij. Daar zie je die. Uh, kijk, je ziet hier die bearish Trend ontstaan vanaf zaterdag eigenlijk. Uh, donderdag, toen we de podcast opnamen. ja, Je zag het, hè? Mooie bullish trend. En de podcast opgenomen. Toen kregen we die korte uh, zijwaartse beweging. Toen zei ik: van Nou, we hebben nu al een aantal keer gezien dat die zijwaartse beweging. ...opnieuw een, daarna een explosie oplevert. Dat gebeurde niet deze keer terwijl de trend keurig bullish was. Nee, de trend werd doorbroken. De prijs ging door de MA20, ging door de MA50. De MA20 ging door de MA50, dat gebeurde vrij, eh, vrijdag nachts, om precies te zijn. Heeft niet al te lang geduurd, want daarna keerde de trend weer om naar bullish... Zijwaarts, nu is u even berries, maar we zijn alweer op weg naar bullish, zoals je ziet. We hebben alweer een hogere piek te pakken en waarschijnlijk zometeen ook alweer een hoger dal. De prijs is alweer door de MA20 en de MA50 gekruist. Wat je nu wilt zien op die urenchart, als we willen dat het op die dagchart zo lekker blijft gaan als het nu gaat en de prijs hier gewoon gaat stijgen en we dus door die 30k heen breken, dan willen we hier nu zien dat die MA20, die gele lijn, door de MA50 naar boven breekt, de prijs daarboven blijft. Dan hebben we een klassieke, zoals hier ongeveer in, uh, op woensdag de 29 e ochtends, tot en met uh, donderdagmiddag vorige week. En ook hier weer op uh, vrijdag vanaf 2 uur s middags tot en met uh, zaterdag 8 uur s ochtends. Die wil je zien, die beweging. De prijs zit boven de MA20 en de MA20 zit boven de MA50. Nou, dat kan, zal nog een aantal candles moeten gaan duren voordat dat zover is. Maar die snelle uplift van de afgelopen drie uur, drie groene candles op rijden bij de laatste candle. De kendel van 10 uur, het is nu kwart voor 12 als ik deze podcast opneem. Dus de candle van 11 uur is nog uh, in opbouw. Maar die candle van 10 uur liet zomaar even in een uurtijd een prijsstijging zien van meer dan een procent. En die van 9 uur was ook al bijna, dat was gewoon ruim een half procent geloof ik. Even dus kijken, hoor, ja, 0,6 procent ongeveer. Dat zijn goede signalen. Nu even een klein rood kendeltje, maar je weet het, dat zegt helemaal niks. Het ziet er positief uit. Ik ben nog steeds, kijk ook naar het volume dat behoorlijk begint toe te nemen. Ik ben eh, nog steeds optimistisch, met name bullish als het gaat over de prijsontwikkeling van bitcoin. Goud maakt nog steeds een pas op de plaats, zoals je ziet. Dit is al een aantal dagen op rij zo. Dit is een klassieke compressie, zoals dat wordt genoemd. De bovenste en onderste prijs, de high en de low, komen steeds dichter bij elkaar. Je zou technisch gezien kunnen zeggen, en let wel, het weekend wordt niet getoond, hè. Dus. De ene laatste candle die we hier zien is de candle van vrijdag 31 maart. En deze candle die we vandaag zien is van maandag 3 april. Oftewel, het weekend zit hier gewoon tussen. Maar je ziet dat duidelijk aan de bovenkant de highs steeds lager worden. En aan de onderkant de lows steeds hoger worden. Oftewel, de prijs komt steeds dichter bij elkaar, beweegt steeds minder eigenlijk. Dat levert absoluut een uitbraak op. En het kan alle kanten op gaan. dat weet je. Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar we zitten in een bullish trend wat goud betreft. Dat zitten we nu eigenlijk best al wel een tijdje. We zitten dat eigenlijk al sinds november. We hebben even een korte daling gezien, een korte retracement. Maar daar zijn we alweer uit. We zitten nog steeds in een bullish trend. En nu zie je dus een contractie. De prijs komt bij elkaar in een bullish trend. Dat levert een uitbraak op, zoals ik net al zei. Dit is zo te zien een symmetrische contractie. De, de lows gaan net zo schuin omhoog als de highs schuin naar beneden gaan. Een symmetrische driehoek. Hij is vrij kort, want hij duurt eigenlijk nog geen twee weken. Uh, net twee weken. Maar als de uitbraak komt, de kans dat hij naar boven gaat is veel en veel groter dan de kans dat hij naar beneden gaat. Dus we zijn wat goud betreft nog steeds op weg naar die all-time high. Die, uh, dat nieuwe record dat boven het record zou moeten liggen van 7 augustus 2020... 20, uh, 2074 dollar. Ik ben heel benieuwd of we de komende paar weken dat record verbrijzeld gaat zien. zal ik een beetje afhangen van wat er op de aandelenmarkten gebeurt. En ja, die fear and greed index, die angst en hebzucht index, dit is bizar, vind je niet? Een paar weken geleden hadden we nog te maken met, een paar weken, ik geloof twee weken terug, anderhalve week terug, hadden we nog te maken met extreme angst, zaten we nog in, het, uh, in de zone van tussen de 0 en de 25 en nu slaat dit hele sentiment, want dit is gewoon sentiment, dit heeft niks met trends en zo te maken, slaat zomaar om van extreme angst naar hebzucht. In, een, in nog geen twee weken tijd. Dat laat al zien hoe ongezond dit op dit ogenblik allemaal is. Hebzucht en angst wisselen elkaar veel te snel af en kan dus zo weer terugslaan. De hebzucht van nu kan zo weer terugslaan naar angst. En datgene waar je op wilt letten, naar mijn mening, de komende tijd is. De Amerikaanse kantoorverhuur. Dat is weer zoiets. Veel banken in Amerika houden zich natuurlijk bezig met het uitlenen van geld. Daar worden ze immers rijk van. En dat uitlenen van geld gebeurt aan huizen. Nou, de huizenvraag begint wel terug te lopen in Amerika. En aan kantoorgebouwen. En dat is. Om het simpel te zeggen, en dit zijn niet mijn woorden, een puinhoop op dit ogenblik. Een van de grootste experts op dit gebied in Amerika heeft aangegeven uh, gisteren of eergisteren had ik in een analyse dat de verhuur van commerciële bedrijfspanten op dit ogenblik afstevend op een enorme puinhoop. Uh, het is al, eigenlijk al sinds drie jaar zo dat de uh, bezettingsgraad van kantoorgebouwen in Amerika nog maar, wat is het, uh, 60% is 60, 70% van wat het voor die tijd was. Die gebouwen staan dus gewoon leeg, die worden niet verhuurd. 30, 40% ervan wordt gewoon minder verhuurd. En dat levert natuurlijk grote problemen op, met name voor een aantal banken die daar zwaar in zitten. En dat is waar dus nu veel analisten zich op richten, op de financiële gezondheid van die banken. Vaak wordt gezegd van, ja, maar die banken zijn heel solvabel, ze hebben genoeg vermogen om op lange termijn aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Maar het probleem is, solvabel zijn is leuk. Je moet ook liquide zijn. Je moet in staat zijn om als morgen iedereen zijn ingelegde geld bij jou komt ophalen, dat gewoon meteen terug te betalen. En iemand die zijn geld terug wil, heeft niks te maken met een belofte van jou als bank, dat dat echt wel veilig is, dat is uitgeleend aan een bedrijf dat we kunnen vertrouwen, bla bla bla. Ik wil gewoon mijn geld terug en wel nu, is wat zo'n klant van zo'n bank zegt. En dergelijke banken, die banken die vrij veel geld hebben gestoken in onroerend goed, dat wordt gebruikt voor um, commerciële doeleinden, voor, voor zakelijke doeleinden. Uh, dat soort banken komt in de problemen. Begin je nu te zien. Uh, het begint te worden opgemerkt door analisten. En dat kan de volgende financiële puinhoop veroorzaken op bankengebied. Houd dat dus goed in de gaten. En voor de rest, waar komt dit vandaan, die 58 opeens? Ja, je weet het, we hebben het erover gehad. Als je de podcast hoort, dan is dit geen verrassing. Want. De tech-aandelen doen het best wel aardig. Er is goed nieuws als het gaat om energie. Uh, alleen nog steeds kijken. Dus beleggers zien kansen en zijn bereid wat meer risico te nemen om die kansen uh, te grijpen. Maar ja, ze kijken nog steeds wel met een schuin oog naar natuurlijk wat er met die banken gebeurt. Houd dat in de gaten. Rentes worden natuurlijk steeds hoger. En wat je dus ziet is dat op dit ogenblik aandelen wat populairder zijn, omdat het blijkbaar werkt. De, de, de snelle winsten die je kunt pakken op een aandelentransactie, is dat waard? Maar zo gauw er weer een dip komt omdat er een angst door een, bepaalde bank, door een bepaald bankprobleem ontstaat. We zullen zien dat die aandelenprijzen weer beginnen te dalen. En hop, dan schiet zo'n fear and greed index weer naar beneden. En dat is natuurlijk extreem goed voor prijzen van goud. En nu ook dus duidelijk prijzen van crypto. Tot, eventjes, tot slot nog even twee dingen. De heatmap uh, die is helaas niet zo gunstig gekleurd. Sterker nog, die is gewoon roze. Er zijn maar een paar munten die het aardig doen. Cardano is een van de uitschieters. Net als Monero, er zijn nog een paar kleintjes. Swipe is een van de grotere stijgers, maar dat is zo'n lage volume coin. Daar gaat ergens nergens over. De grote munten op dit ogenblik staan allemaal in het rood. En dat zie je ook terug in de barometer van de crypto coins scanner. Als we die er even bij pakken, dan zie je. Ik zal eerst even de barometer opvragen voordat we even naar de trend gaan kijken. De barometer op dit ogenblik, met bitcoin als basismunt, staat gewoon niet prettig. Kijk, de verandering sinds een uur geleden is positief. Maar sinds de afgelopen vier uur is de gemiddelde prijs van zo'n beetje elke altcoin gedaald als je ze met bitcoin koopt of verkoopt. En dat geldt ook voor de prijsverschillen ten opzichte van gisteren om deze tijd. Allemaal lager. Dus oppassen geblazen. Het is al een tijdje natuurlijk gewoon niet prettig. Veel traders, ook bij onze crypto corers community, uh, mopperen wel over het, wat, over het afnemende volume en over het gebrek aan uh, instapmomenten. Momenten om in een long trade te gaan. Ja, waarom zou je in een trade gaan instappen? Als je eigenlijk al weet dat het fout gaat. Veel uh, volume loopt weg. Hè. Er wordt natuurlijk gezegd. Net al, het is paasvakantie en er wordt gewoon wat afwachtend gekeken nu naar wat markten. Dat betekent dat er weinig goede charts te vinden zijn waar je genoeg volatiliteit hebt, genoeg beweging van de prijs om op te kunnen traden. Ja, je kunt daar gefrustreerd door raken en zeggen. Nou, ik ga gewoon in een trade. Je kunt ook bij jezelf denken: weet je wat, ik wacht wel even rustig af totdat de markten bijkomen. Ik ga lekker paasvakantie vieren of wat andere dingen doen. Ik pak die procenten winst later wel. Geen enkele dwang. En de beste trade is, naar mijn mening, echt de trade die je niet verliest. En niet de trade waar je urenlang in zit. En dan met een beetje geluk nog een klein beetje winst uit weet te halen, natuurlijk. Dan, um, hoe zit het met de trend? Ik zal eerst trouwens die melding even stopzetten. Dit is dus voor Willem, die die voicemail achterliet. Zo doe je dat, Willem. Je tikt gewoon stop. En dan stopt hij er vanzelf mee, zoals je ziet. Um, even over de trend. Ik zei vorige week woensdag in de podcast. En ik heb er toen ook bijgezegd: een aantekening opgeschreven. Hier moet je op terugkomen. Aanstaande maandag 3 april tijdens de podcast. Ik zei vorige week woensdag, toen hadden we een, misschien weet je dat nog, we hadden toen een trend voor de dollarmarkten, dus deze, van zwaar negatief. Volgens mij stond die toen op 37% berries of zo. Nou, en toen zei ik van, ik zou er niet raar van opkijken als die trend omkeert, vrij snel omkeert naar bullish. Ik vermoed ergens in de loop van volgende week al, dus dat is deze week. En ik ben echt de laatste persoon die gewoon gelijk wil krijgen, maar ik heb vanochtend al even stiekem gekeken. Toen stond hij al net bullish op 1 of 2 procent. En dat staat hij nu ook, ja, 2 procent, 2,4 procent bullish. Oftewel, inderdaad, de gemiddelde trend is alweer omgekeerd van zwaar beroerd, 37 procent berries naar op dit ogenblik licht bullish. En als je je nou afvraagt van, oké, okay, hoe kan je zoiets nou weten? Trend loopt altijd achter de prijs aan. En tegelijkertijd loopt de prijs met de trend mee. Maar als je te maken hebt met plotselinge prijsbewegingen, zoals we die vorige week en de week daarvoor hebben gezien, en daarop volgende trendbewegingen, en je weet dat die prijsbewegingen eigenlijk alleen maar worden veroorzaakt door angst, en dus snel voorbij zijn, want die angst vergeten mensen gewoon supersnel, dan weet je dat die prijzen zich snel herstellen en dat het daarna niet lang duurt voordat de trend zich ook herstelden. En dit gebeurde volgens mij anderhalf, twee weken geleden. Anderhalf, twee weken geleden hadden we een positieve trend voor de dollarmarkten. Dus het is nog steeds niet denderend. 2,4% gaat nergens over. En een paar weken geleden was het ook maar 2% bullish. Maar het betekent eigenlijk dat een klein gedeelte of iets meer charts zijn bullish. Iets meer marktparen, laat ik het zo zeggen, zijn bullish dan bearish. En dan kijk je dus met name naar de markttrend voor een muntpaar. Waarbij je zegt, nou de dagchart telt zwaarder mee dan de 4-uren chart. En die telt zwaarder dan de 5-minuten chart. Een paar weken geleden was het zo dat er iets meer bullish trends waren dan bearish trends Maar opeens schoot dat naar beneden. Ineens waren er veel meer bearish trends dan bullish Trends. Maar vlak daarvoor, echt een paar dagen daarvoor, waren de prijzen opeens door de vloer gezakt. Dat kwam door uh, de aankondiging van de FED, dat... Uh, met name door de aankondiging van mevrouw Yellen. Die zei van, nou leuk en aardig, maar we gaan dat garantiefonds echt niet omhoog schroeven. Wij laten onze bankklanten eh, gewoon lekker in de kou staan als dat moet. Niet helemaal waar, want het wordt in Amerika vaak wel opgelost. Maar ja, altijd ten koste van de belastingbetaler natuurlijk. Het kwam natuurlijk door de aanklacht eh, tegen Binance en eh, een paar hoge pieven bij Binance. Die heeft ook niet echt meegeholpen, die aanklacht. Waardoor de prijs opeens door de vloer zakte. In een hele korte tijd ging alles met. Nou, met 10% naar beneden. En natuurlijk volgden één of twee dagen later ook de bijbehorende trends. Met name de trends worden wat sneller charts. De charts met de wat kortere intervallen. Maar omdat je weet dat zo'n prijsdaling tijdelijk is, het is gewoon een snellere flex van handelaren, paniek, die meteen weer herstelt. Want nogmaals, met Bitcoin en met heel veel altcoins is gewoon verder niks aan de hand. Dit is puur een angstreactie. De prijs wordt door angst beïnvloed. Nou, als die prijs weer herstelt, duurt het een paar dagen voordat de trends ook weer herstelden. Vandaar dat ik vorige week zei van, nou, de trends zien er nu beroerd uit. 35 of 37% berries. Ik kijk er niet raar van op als we volgende week alweer over bullish trends praten. En als dit zo doorzet, zul je naar mijn mening de volgende dingen zien. Je ziet nu wat contractie op die markt. Je ziet heel veel muntparen nu... Waarbij de prijs niet veel stijgt of daalt. En ik kijk dus nu even naar de prijs in dollars. Dus kijk, de heatmap is nu roze. Maar om hele grote dalingen gaat het nou ook weer niet. Kijk, 0,4% voor Bitcoin, 0,75% voor Ether, 0,73%. Dit is niet uh, 4, 5, 6% in de min of zo. En je zult zien dat dit, dit is mijn verwachting, dit blijft waarschijnlijk wel even zo, omdat de markten nu wat afwachtend zijn. Er wordt minder gehandeld. Minder volume, dus minder prijsbewegingen. Dit zal heen en weer schommelen tussen roze en groen, als het gaat zoals het eigenlijk altijd gaat. En dat betekent dat we die gemiddelde trend voorlopig wel in dit niveau zullen blijven zien. Zo tussen de min 5% en de plus 10%. Oftewel tussen de 5% berries en 10% bullies. Maar dan komt er een keer die uitbraak. Mijn verwachting is naar boven toe, maar dit is echt alleen maar mijn verwachting. Ik ben benieuwd wat jij denkt, wat er gebeurt. En dan kun je zo weer gaan meemaken dat we zien dat de gemiddelde trend voor USTT-markten dik naar bullish begint te stijgen. 20, 30, 40% bullish. En dan wordt het natuurlijk weer lekker traden. Nog even de trend voor de Bitcoin-markten erbij op dit ogenblik. Dus als je met Bitcoin als basismunt handelt, waar moet je op rekenen? Nou, je zult zien opnieuw, er is heel veel uh, heel gebrek eigenlijk aan volatiliteit in de markt op dit ogenblik. En dat betekent apart genoeg dat extreem bearish trends minder bearish worden. Het zou betekenen dat extreem bullish trends minder bullish worden. Maar we hadden te maken met een extreme bearish trend. Misschien weet je dat nog. We hebben 60% bearish hier gezien. En nu is het nog maar, tussen aanleidingstekens, 19% bearish. Kortom, dit is ook beter geworden. Maar houd goed in je achterhoofd. Leuk dat het allemaal niet meer zo ontzettend bearish is. Volume is op dit ogenblik absoluut uh, sleutelwoord. En als je te maken krijgt nu met langdurende trades, ondanks het feit dat de markttrend voor een muntpaar boelisch is, of misschien zelfs sterk boelisch is, een logische volg van het feit dat dat volume gewoon enorm afneemt en af is genomen op dit ogenblik. Al die meldingen die je ziet, en ik zit even kijken of ik er eentje uit kan pikken. Een scannermelding, bijvoorbeeld deze hier, Dodo versus dollar, 46% bullish op het ogenblik. Er is absoluut geen garantie dat dit een makkelijke trade wordt, omdat het volume zo afneemt. Houd daar rekening mee. Volume heb je absoluut nodig om te kunnen handelen. Super belangrijk. En dat kun je gewoon natuurlijk zien op elke chart. Is er wel genoeg handelsvolume? Nou, dat was hem. We zijn klaar voor vandaag. Morgen dus aflevering 300. Uh, hopelijk live. Dus hopelijk met publiek erbij. En wil je dat niet missen, ik zei het al. Word dan even lid van onze Crypto Cornish chatgroep op Telegram. En volg morgenochtend eventjes de aankondiging. Meestal een kwartiertje tot een half uurtje voordat we live gaan. Als het morgen lukt om live te gaan. Het is niet 100% zeker dat me dat lukt. Maar het lijkt er wel op. En dan ben je er misschien bij. En dan gaan we in afloop nog even een beetje feest vieren. Tussen aanlekstekens. Oké, okay, tot dan. Ik wens je een uh, succesvolle. Tradingdag, als dat lukt, maar kijk nogmaals heel goed uit. En ik spreek je morgen bij de volgende aflevering, nummer 300 van de CryptoCoints podcast. Tot dan, dag.